Als je als intensieve verpleegkundige begint, dan heb je vanaf het begin af aan eigenlijk heel veel zaken waar je in verder kunt specialiseren. Ze bieden nu vooral heel veel mogelijkheden om door te groeien. Waaronder dat ik eigenlijk momenteel nog mijn bacheloropleiding aan het afronden ben. Dus ja, ik ben super blij dat ik die kans gekregen heb. Dank u zet de naam voor die kans. Heel grote variatie qua populatie, qua pathologieën eigenlijk. Je werkt, ja, je volgt je patiënt nauw op, je staat ook dicht in contact met familie. De technische aspecten zijn ook leuk. Het is, elke dag is een nieuwe dag, maar nooit dezelfde dag. Dus dat maakt het wel heel leuk eigenlijk. Voor mij persoonlijk, ik hecht heel veel belang aan mijn patiënt zelf en hoeveel werk ik daarin kan steken. Op intensieve komen die patiënten toe. Meestal is het acute probleem bespoed al verholpen, maar moeten die hier verder opgevolgd worden. En dat geeft heel veel voldoening als je die op langere termijn beter ziet worden en uiteindelijk ziet weggaan van de dienst. Ja, leergierig. Dat is ook heel belangrijk. Op intensieve werken, dat is eigenlijk een continue leercurve. Je krijgt ook continu nieuwe zaken aangeboden. Van, dat is zo vooruitgaan qua technologie. Dus dat is wat we nu gaan aankopen ook, en waar we mee gaan werken. Moet je openstellen voor bijscholingen te doen, etc. En voor de rest, ja, eigenlijk een beetje de clichés misschien. De motivatie, de leergierigheid, flexibiliteit. Dat ook. En stressbestemming, ja, dat heb ik al gezegd, ja. Maar wel heel belangrijk. En ja, jezelf blijven. En dan zet je wel op je plaats, denk ik.